Goedemiddag, dus ik ben Stijn Mossin. Ik werk inderdaad voor het innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw. Ik ben daar momenteel de coördinator, dus ik ben zeker geen expert in procesverbeteringen, ergonomie. Mijn job is eigenlijk vooral een beetje coördineren van de werking van het innovatiesteunpunt. Ik ga straks een beetje meer toelichten wat het innovatiesteunpunt nu net doet en is. Ik gebruik wel eens deze slide om het innovatiesteunpunt voor te stellen. Eigenlijk, wat wil het innovatiesteunpunt zijn in de land- en tuinbouw? Toch wel een beetje een vreemde eend in de bijt. Als er een speciale is, is een idee van een land- en tuinbouwer die niet echt ergens een plaats vindt in een traditioneel circuit, hopen wij dat die terecht kan bij het innovatiesteunpunt. Momenteel werken op het innovatiesteunpunt een 15-tal collega's, dat zijn innovatieconsulenten noemen we dat. Dat zijn mensen die eigenlijk dagelijks op pad gaan om echt de koe bij de horens te vatten, bij de land- en tuinbouwer. En daar daadwerkelijk voor impact te zorgen, de landbouwers mee gaan begeleiden in hun innovatietrajecten. Nu, als je een koe hebt of een stier hebt, heeft die ook altijd een stamboom. Wij hebben het geluk of het ongeluk, het is maar dat je het bekijkt, maar wij zitten in onze stamboom zitten eigenlijk Boerenbond, Landelijke Gilde, KBC en CERA. Het is eigenlijk met hun financiering, met hun middelen, dat het innovatiesteunpunt kan blijven bestaan. Dus we draaien niet alleen maar op die middelen, wij krijgen daar een stukje middelen van en dat zijn middelen dat wij kunnen hefbomen in projecten. Dat zijn vaak subsidieprojecten die het innovatiesteunpunt uitvoert om onze werking. Eigenlijk, en dat is deze, om onze werking te gaan uitvoeren binnen onze sector. En wat is die nu? Wij werken zowel voor land- en tuinbouwers als voor mensen die op platteland wonen. Ofwel gaan wij hun echt heel concreet gaan ondersteunen met het uitvoeren van hun projecten. Dus advies geven, meer subsidies zoeken, echt projectplanningen maken of subsidiedossiers schrijven. Ofwel, een heel deel van ons werk zit ook echt in inspiratie brengen. Dat betekent andere landbouwers doen nadenken over een huidig businessmodel, die een inspiratie brengen, wat voorbeelden aanreiken om het toch net anders te gaan doen, zodat zij ook aan innovatie kunnen gaan doen en zodat zij ook duurzamer kunnen worden. En een van die acties, een van de grotere acties die het innovatiesteunpunt daar aan het opzet, is de innovatiecampagne. De innovatiecampagne is een wedstrijd. Echt een innovatiewedstrijd in de land- en tuinbouw die we organiseren. Die bestaat reeds 20 jaar, waarin dat wij om de 2 jaar echt een oproep doen naar innovatieve ideeën. Heb je iets nieuws? Stuur dat alsjeblieft in. Vragen we aan de landbouwers, dat kan heel eenvoudig. De enige voorwaarde die wij hebben, is wel dat het echt uit de land- en tuinbouw zelf vertrekt. Dat het bottom-up vertrekt en dat het niet vanuit een grote toeleverancier vertrekt. Dus het moet wel een directe impact hebben op zijn eigen land- en tuinbouwbedrijf. En zo krijgen we om de 2 jaar toch tussen de 120 en 140 ideeën binnen. Nu, het idee waar het vandaag over gaat, en ik ben hier maar een beetje spokesperson voor de boer zelf, die eigenlijk niet kon komen, is een idee dat zich situeert in de witloofsector. Witloof, ik hoop dat iedereen dat super lekker vindt, maar dat is niet altijd zo. Witloof is wel echt een heel Belgisch product. En ze noemen dat wel eens het witte goud of het Belgisch goud. Het is echt een heel Belgisch product. En heeft ook een heel unieke teeltwijze, waarin dan eigenlijk nog veel arbeid aan te pas komt. En het idee rond procesverbetering en ergonomie zit net in die teelt. Ik wou toch heel even dat teeltproces toelichten, omdat dat een beetje weergeeft wat dat er allemaal gebeurt in zo'n proces. De witloof, hoe start dat? Dat start met een zaadteelt. Dus er moeten zaadjes eerst zijn voor de witloof. Dan worden er ruggen getrokken, dan wordt dat ingezaaid. Dan moet dat gewas verzorgd worden. En dan wordt dat gerooid. En wat wordt er nu net gerooid? Dat is niet dat groen dat je er bovenop ziet. Maar dat zijn de wortels, de witloofwortels. Die worden geoogst. Die worden in grote bakken gedaan. En die worden meegenomen naar het landbouwbedrijf waar dat ze bewaard worden. Dat worden ze echt ingekoeld, zodat ze kunnen bewaard worden. De volgende stap in het proces, en dat is hier, ik geef het hier even weer voor grondwitloof, dat is dat die
wortels, hè, dat is eigenlijk ja, echt de wortel van die plant van daarstraks, die moet ingetafeld worden. Dat betekent, hè, die moet eigenlijk een nieuw leven krijgen, daar moet opnieuw een plant bovenop gaan groeien. En je ziet dat witloof wit is, hè, dat betekent dus dat dat eigenlijk geen zonlicht gekregen heeft. Hè. Als een plant geen zonlicht krijgt, dan blijft die ook wit en dan kan die geen fotosynthese doen en blijft die wit. Dus wat gebeurt er? Al die witloofwortels die worden achter elkaar gezet, hè, met een bovenkant naar boven. En dan wordt daar grond over gedaan, worden daar doeken over gedaan, zodat die mooi in het donker zitten. En worden die met een bepaalde temperatuur 3 weken lang ingetafeld. Dan groeit er bovenop die witloofwortel, groeit dan eigenlijk de witloof, zoals dat wij die kennen. Dan moeten op handen en knieën, dus dat intafelen gebeurt op handen en knieën. Het oogsten gebeurt ook op handen en knieën. Dat is eigenlijk heel arbeidsintensief werk. Dan moet die krop afgebroken worden. Dan wordt die in je bakjes gelegd en gaat die naar een, ja, een lijn waarop dat de witloof nog gekuist wordt. Dus dan wordt het de onderkant eraf gesneden, dat je een mooie snijvlak hebt, en worden de buitenste bladeren eraf gehaald. En dan de volgende en de laatste stap is het inpakken en dan het vermarkten. Dat gebeurt meestal van september tot mei. Het voordeel is wel, je kunt bijna heel die periode, dat is een lange periode, en september tot mei, kun je eigenlijk witloof gaan intafelen, omdat dat toch vooral binnen gebeurt. Nu, je ziet, dat is een heel arbeidsintensief proces, waar dat moeilijker en moeilijker is om daar nog personeel voor te vinden. Nu, daar is al een oplossing voor gevonden, al een hele tijd geleden, en de meesten gaan dat wel kennen waarschijnlijk, dat is hydrocultuur. Het verschil tussen grondwitloof en hydrocultuur is net dat dat intafelen niet meer gebeurt onder de grond of in contact met de grond, maar dat daar, ja, dat die in kweekbakken gezet wordt, waar dat er constant water doorstroomt. En zo kan er ook witloof groeien bovenop die wortel. Dat is eigenlijk een volledig automatisch proces, komt veel minder arbeid aan te pas. Plus, die zitten ook in bakken, waardoor je die op een bepaalde hoogte kan zetten en de medewerkers eigenlijk al rechtstaand of met een goede ergonomie die dingen kunnen oogsten. Nu, natuurlijk, die grondwitloof, dat is een heel beschermde teelt. Ik heb hieronder een paar labels gezet. Je hebt Brussels grondwitloof, je hebt Brabants grondwitloof. Wordt ook veel meer voor gevraagd in de winkel, wordt dus eigenlijk heel beschermd. Nu, de landbouwer waar dat het idee vandaag over gaat, heeft de twee eigenlijk gecombineerd en heeft een manier gevonden om die techniek die toegepast wordt in die hydrocultuur eigenlijk in contact te gaan brengen met grond. En ik ga dat gewoon zelf laten vertellen. We hebben daar een filmpje voor opgenomen. Ik ga het eventjes klaarzetten voor jou. Ah, ja, sorry. Oké, dat is goed. Ik ga de video klaarzetten. Ik ga hem laten afspelen. Ah ja, oké, dankjewel, Lene.
Oké. Ja, ik denk dat Vincent, dat is hier de landbouwer of tuinder waarvan sprak, dat eigenlijk heel goed uitlegt. Hè. Die stonden eigenlijk op een kantelmoment in hun bedrijfsvoering. Die moesten gaan uitbreiden, die moesten een nieuwe loods gaan zetten en gaan inrichten. En ja, op zo'n moment moeten we wel gaan nadenken, hoe lang wil ik dat hier nog doen? Zij deden ook eerst op een traditionele manier grondwitloof. Maar eigenlijk is ja, de Vincent wel een hele innovatieve en heel veel met die dingen bezig. En die heeft dat systeem eigenlijk volledig zelf bedacht. En wat is dat systeem nu? Dat zie je misschien hier op deze foto het beste. Eigenlijk hebben zij een rooster gemaakt die ophangt aan een rail hè, in de loods. En zij gaan eerst die witloofwortels in die rooster gaan steken. En gaan dan die rooster gewoon laten vallen in de grond. Dan gaan zij dan een grond bovenop doen en dan die doeken bovenop doen. En op die manier ja, zijn de witloofwortels in contact echt wel met de aardkorst. En kan dat wel erkend worden als grondwitloof. Maar kan hij ook op eender welk moment dat daar gewoon gaan uithalen. En je ziet dat er echt nog wel veel grond aan zit. Hè, en dat die echt onderaan in de grond vastzitten. Hij kan die daar gewoon uithalen en hij zet die dan op van deze bakken hier. En die bakken kunnen dan gebruikt worden. Ja, zo kunnen heel eenvoudig gaan oogsten. Hè. Je kunt eigenlijk heel eenvoudig die daaruit halen. En die worden dan ja, naar een kuis. Dat is een snijmachine hier. Dus dat is eigenlijk ook een innovatie die hij ook zelf gedaan heeft in de grondwitloof, want dat bestond daarvoor niet. Dat is eigenlijk een heel eenvoudige machine om gewoon die twee van elkaar te scheiden en dan krijg je een heel juiste snijlijn. Ik denk dat ik het belangrijkste verteld heb van het idee. Hij heeft ook al veel verteld. Ik denk, het is inderdaad zo dat die grondwitloof is inderdaad aan het uitsterven. Dat klopt ook. Dat is een teelt die enorm veel arbeid vraagt, daarvoor niet superveel oplevert. En je ziet inderdaad, de gemiddelde leeftijd van zo'n grondwitloofteler is 55. Dus dat waren bijna geen jonge mensen meer. Je moet ook wel weten dat de oudere mensen in die witloofteelt en die 55-plussers, dat die niet zo opgezet waren met de manier waarop dat Vincent Goossens hier dat doet. Dat is eigenlijk een beetje een soort van concurrentie van de manier waarop dat zij werken. Maar ja, ergens langs de andere kant hoop ik toch dat ze begrijpen dat, ja, dat jonge mensen dat niet meer doen. Hè. Op hun handen en knieën, dag in dag uit, witloof gaan oogsten en dat dat echt niet gemakkelijk is om daar personeel voor te vinden. En dit is echt wel een manier om die grondwitloof, hè, waarvoor dat we echt gekend zijn in België, om dat toch te kunnen blijven behouden en ook jonge mensen doen. Misschien nog eentje. We hebben nog een idee dat ik nog wou vertellen voordat we het verhaal van Vincent afsluiten of eventueel, en ook mijn verhaal. Vincent Koos met de Witloof was een winnaar in 2018. We hebben hij vorig jaar, in 2020, hebben we de wedstrijd opnieuw gedaan en had hij terug een witloofteler. En wat wil hij gaan doen? Ik heb daar straks het proces uitgelegd. Hè. Een witloofteelt start eigenlijk buiten op het land, op het veld. Op zich is dat nog ja, een vrij complexe teelt, is niet het juiste woord, maar is dat wel een teelt waar er redelijk veel handelingen in moeten gebeuren en waar dat ook wel wat gewasbeschermingsmiddelen moeten gebruikt worden. Plus, allez, er zitten wel variaties in en zo, dat is niet zo altijd eenvoudig te managen. Deze man hier die heeft voor 2 jaar geleden gewonnen, dat is Bart Bruinings. En zijn idee is om heel dat stuk van het kweken van de witloofwortel zelf, dus heel het stuk dat op het veld gebeurt, om dat indoor te gaan doen. Dus eigenlijk in potjes. Dus hij wil eigenlijk elke witloofwortel apart gaan inzaaien in potjes, om heel dat proces dan te gaan automatiseren en dat onder ledverlichting te gaan doen. Zo kunnen we dat volledig binnen doen. Ik heb eigenlijk een volledige teelt binnen in een serre of met ledverlichting. Zo kun je dat heel gecontroleerd doen en kunnen ook heel het jaar door witloofwortels gaan zaaien en gaan oogsten. Dus momenteel is dat nog in een proeffase met de KU Leuven, zijn we daar nog niet. Zeker nog niet tot een volledig werkende installatie, maar we zijn er al aan bezig om dat te doen, maar het is toch niet zo eenvoudig. En het struikelblok van deze manier van werken, en dat is eigenlijk met de meeste teelten die wij zien onder ledverlichting, is dat ja, zonlicht is gewoon heel belangrijk. Als het gaat over levende dingen die moeten groeien, is zonlicht enorm belangrijk, maar zonlicht is gewoon ook
een hele grote gratis bron van energie. En als je dat moet gaan vervangen door LED-verlichting, is dat enorm duur. En daar loopt dat vaak op vast. Goed, dan wil ik nog afsluiten met één slide. En dat is mijn laatste slide. Als jullie de komende weken niet weten wat dat er op de menu staat, denk dan misschien nog eens aan mijn presentatie en aan grondwitloof. En dan hoop ik dat jullie allemaal een beetje honger van krijgen van die slide. En witloof of witloof in het hesp op de menu zetten. Dat is altijd fijn, want het is zo dat we zien dat in de cijfers dat het verbruik van gewoon verse groenten echt wel aan het dalen is. En ook het verbruik van witloof aan het dalen is in Vlaanderen. Oké, goed. Tot zover mijn presentatie. Bedankt voor het luisteren en ik ben wel benieuwd of er vragen zijn. Dank u wel, Steen, voor de toelichting. Persoonlijk ben ik een grote fan van witloof. Dus ik vond het aan een verhaal om naar te luisteren, maar zeker ook goed om te weten dat goede voorbeelden niet enkel uit de productiebedrijven en logistieke bedrijven komen, maar ook in de landbouwsector te vinden zijn. Dus ja. Ik vond het heel interessant om het met ons te delen. Ik zie voorlopig geen vragen komen in de chat, maar we hebben wel nog enkele minuten de tijd. Dus als er vragen zijn, stel ze nog gerust. Daarna gaan we opnieuw een kleine pauze inlassen. Maar we hebben nog eventjes tijd om vragen te beantwoorden. Reacties mogen ook altijd. Iemand die zegt, ik kom van de witloofstreek Kampenhout, maar grondwitloof, waar ze grondwitloof in een loods kweken? Het is een opmerking, het is geen vraag. Ja, je kunt grondwitloof in een loods kweken, ofwel zo onder van die ijzeren kappen. Een vraag van iemand, komen de innovatieve ideeën altijd vanuit de landbouwers of ook omgekeerd vanuit jullie? Ja, dat is wel een goede vraag. Als het gaat over de wedstrijd van de innovatiecampagne, komen de meeste ideeën natuurlijk van de landbouwers zelf. Daar zitten soms wel wat innovatieve ideeën van onszelf bij, of projecten dat we zelf al opgestart hebben. Maar nee, eigenlijk de innovatieve ideeën komen van de landbouwers. Dat is het belangrijkste. Hè. Wij zijn er louter voor om ze hier en daar te begeleiden met de expertise en kennis die onze collega's hebben, maar de ideeën zitten vooral bij hun. Oké, dankjewel.